Zo mensen, Riley met vandaag even een hele korte mededeling gebeuren. Zoals jullie weten, heb ik de laatste tijd thumbnails die ik ook probeer zoveel mogelijk op de video's te plakken. Dus het is een projectje van mij geweest, want ik zat te kijken van als ik met thumbnails meer views en meer likes krijg, of maakt dat niet uit. En maakt dus wel uit, ik heb ook een reactie gehad van het is aantrekkelijk om te kijken, maar ik ben zelf ontzettend slecht in thumbnails maken. Alle thumbnails die ik vanaf nu ooit heb gedaan, op een paar na, heb ik zelf nog niet eens gemaakt. Al een mens voor mij gemaakt, want vroeger had iemand van, ik heb een thumbnail voor maken. Ja, is goed joh. En dan krijg je de kwaliteit, is al constant, één thumbnail is goed, al een thumbnail is hartstikke goed, andere is echt hartstikke slecht, kan. Dus ik zoek eigenlijk iemand die voor mij een aantal thumbnails wil maken. Dan gewoon een vaste iemand. Die dan misschien 2-3 thumbnails per week voor mij wil maken. Of zoals een video van gisteren. Van de YouTube. Wat heb je nodig voor YouTube? Had ik geen thumbnail voor. Dus voor zulke video's heb ik iemand nodig. Dus ik heb ook gewoon een Gun Game thumbnail heb ik al. Weet even wel Q&A thumbnail. Dus ik heb best wel veel thumbnails heb ik al. Maar ik heb gewoon een aantal thumbnails nodig. Dus wil je dat nou een paar thumbnails van mij per week maken? Zou ik hartstikke fijn vinden, dan kan je mij via de comments contact nemen of op Twitter, dat kan ook. Oh, dat is nou makkelijk. Dus doe dat lekker even een comment achter of berichtje op Twitter. Dus even snel dat. Je krijgt niet voor betaald of zo, dus niet zo dat je per nummer betaald krijgt. Maar echt wel heel van je kanaal als je überhaupt een kanaal hebt. Zou ik hem in de beschrijving voor je zetten de hele tijd bij elke video, geen probleem. Maar als je het gewoon voor je hebt van je hebt geen kanaal, maar je hebt het hartstikke leuk om te editen. Kan je het ook gewoon doen. Dat is hartstikke leuk. Dus wil je het nou mij weer helpen, dan hoor ik het graag van je. Dus even snel zo'n videotje, hartstikke makkelijk. En dan zie ik je morgen bij weer een normale video. Oude, hè.